De politie werd gebeld met een melding van huiselijk geweld en wilde de verdachte daarvan gaan aanhouden. Zij troffen toen deze man en deze man heeft bij zijn aanhouding verzet gepleegd en een van de agenten in zijn gezicht gespuugd. De man die spuugde zei daarbij dat hij corona had en dat hij hoopte dat de politieagent dat ook zou krijgen. Het gaat hier om geweld tegen hulpverleners. Het zijn politiemensen die niet thuis kunnen werken, terwijl dat wel wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze politiemensen die werken op straat en lopen dus al een groot risico. Het zijn de hulpverleners die zich op dit moment voor ons allemaal heel hard inzetten om de boel toch te laten draaien. De agent die in zijn gezicht was gespuugd, die had een schadevergoeding gevraagd van €400 en die heeft de rechter ook toegewezen. De politieagent vertelt dat hij, doordat hij bang was dat hij ook werkelijk besmet zou zijn, geen boodschappen meer durfde te doen voor zijn ouders, omdat hij bang was dat hij hen op zijn beurt ook weer zou besmetten.